We zijn weer aan de V met JP en Roy en Janine. Van het marketingteam. Het was je waarschijnlijk al opgevallen, maar Venom heeft een nieuw jasje. En daar gaan Roy en Janine je in deze video alles over vertellen. Wie ben je en wat doe je bij Venom? Nou, ik ben Janine, marketing- en communicatiespecialist bij Venom. En ik hou me vooral bezig met alle communicatieuitingen. Denk aan de leuke filmpjes die we plaatsen. En waar onze externe collega's of zzp'ers naar voren komen. Dat wist ik natuurlijk eigenlijk al. Dit is Roy. Hi, ik ben Roy Treffers, marketing manager bij Venom. En welkom bij de Club van Doeners. Wat betekent de Club van Doeners voor jou? Nou, voor mij betekent het eigenlijk dat we één grote club zijn. Het ligt natuurlijk een beetje voor de hand om het op die manier te zeggen. Maar het gevoel dat iedereen erbij hoort en erbij mag horen. En wanneer je echt een doener bent, dat betekent wanneer je buiten staat te baggeren of aan het timmeren bent, of aan het boren bent, of aan het schilderen bent. Maar ook op kantoor, iedereen is in principe een echte doener. En wanneer je bij Venom hoort, hoor je bij de Club van Doeners. Werk om te doen klinkt natuurlijk hartstikke mooi, maar wat betekent dat nou voor jou? Ja, elke dag de lat een stukje hoger leggen, advies geven aan de opdrachtgever, maar natuurlijk ook onze vakmensen in de verschillende specialismes helpen aan een nieuwe baan. En dat is eigenlijk het belangrijkste momenteel in deze krappe arbeidsmarkt. En we hebben natuurlijk alleen maar werk om te doen. Om te doen. Lekker met je handen, vies uit de mouwen, let's go. Bam. Ja, de Club van Doeners klinkt best wel goed. Hoe word je lid van die Club van Doeners? Nou, eigenlijk heel makkelijk. Als je solliciteert bij Venom en je wordt aangenomen, ligt dat het nou is extern, buiten bij een van onze opdrachtgevers of intern als recruiter, consultant, back-office medewerker. In principe al het werk om te doen bij Venom, dan hoor je bij de club. Snel doen, welkom bij de club. Dus intern of extern, maakt niet uit, je bent meteen onderdeel van de club. Direct onderdeel van de club. Heel veel gezelligheid, lekker werken, werk om te doen. Gezellig. Wanneer ben je een echte doener? Wanneer ben je een echte doener? Dat vind ik best een goede vraag. Dank je. Ja, goed verzonnen. Ik vind zelf dat je een echte doener bent wanneer je gewoon echt een aanpakkersmentaliteit hebt. Dus wanneer je gewoon niet zo erg vindt om je mouwen op te stropen en het werk gaat doen en er niet een beetje bij gaat zitten om te kijken van ja. Ik zie wel hoe het loopt, maar wanneer je echt het werk aanpakt en ervoor gaat. Als je niet vies bent van werken, ben je welkom bij de Club van Doeners. Waarom zou je graag bij de Club van Doeners willen horen? Ja, ik denk een stukje samenhorigheid, een stuk advies wat wij kunnen bieden, persoonlijk contact waarbij we je kunnen helpen. Ook voor jezelf die lat elke dag een stukje hoger leggen, maar ook voor ons. En daarnaast ben je natuurlijk altijd welkom op een van onze gezellige borrels of kerstfeesten. Dus ik zou zeggen, word onderdeel van de club. Ja, ik weet het natuurlijk al, want ik ben onderdeel van de Club van Doeners. Maar waarom moeten zij er nou bij willen horen? Nou, waarom eigenlijk niet? Ik denk de eerste reden sowieso, we werken altijd met plezier. Dat vinden we heel erg belangrijk, werk vinden met plezier. We winnen samen, we doen het allemaal samen. We zorgen ervoor dat we altijd net dat ene stapje harder lopen dan de dag ervoor. Waardoor we altijd het beste uit onszelf halen en uit onze externe collega's. En zo krijgen we samen de kus geklaard. En het betaalt ook best lekker. Manies! Dat was hem weer, aan de V met JP. Vond je het leuk? Zeker, en jij? Geweldig. Top. Wil jij nou lid worden van de Club van Doeners? Even solliciteren. Anders nog iets? Verder nog liken en comment en laat weten wat je volgende keer wil zien. Top. Tot dan. Hoi.